Het zusterdankercentrum in Ikeri heeft graag dat er meer mensen in dienst worden genomen. Dit heeft de directie aan minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken gevraagd tijdens een werkbezoek aan het centrum. Het tehuis is een opvang- en begeleidingscentrum voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. In het zusterdankercentrum worden 36 kinderen opgevangen. Die komen uit Nikeri, Koroni, Wageningen en Apura. De minister is zeer tevreden over de inzet van het personeel dat onder de huidige omstandigheden toch nog probeert voor begeleiding van de kinderen te zorgen. Elk kind heeft een dossier, een begeleidingsplan en een zorgplan. Zorgplannen zijn kortlopende plannen die na 2 tot 3 maanden geëvalueerd en bijgesteld worden, terwijl de begeleidingsplannen elke 2 jaar worden bijgesteld. Het is dankzij de inzet van het personeel dat deze kinderen ook mogen genieten van het leven en zich niet uitgesloten voelen. Mijn dank is groot omdat u gezamenlijk de schouders eronder zet en ervoor zorgt dat wij deze doelgroep niet vergeten. Aldus minister Ramsaran.